Op maandagmiddag 25 februari is omstreeks 13:30 een uitslaande brand ontstaan in bedrijfsunits aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem. Er woedt een brand in een leegstaand kantoorgedeelte van voormalig bouwbedrijf Villa Forte. Waarschijnlijk dat er iets misgegaan is met spelende kinderen. Dat is het vermoeden. Vermoeden spelende kinderen. Waren er dus nog mensen aanwezig in het gebouw? Dat is een tijdje onduidelijk geweest. Dat maakt het ook spannend. Uiteindelijk is onze eerste inzet erop gericht om mensen te redden. Dat is lange tijd onduidelijk geweest, maar uiteindelijk is kunnen achterhaald worden dat er geen mensen meer binnen waren. Het is vrij snel opgeschaald naar grotere brand. Tot wat het nu geworden is. Het lijkt nu groter te worden. Maar dat is ook omdat we ervoor kiezen om het uit te laten branden. Om vooral de hete gassen te kunnen laten opstijgen. Dat de bevolking er weinig last van heeft. En we zijn vooral bezig om te kijken of we die loods daarnaast gelegen of we die kunnen behouden. We hebben een L-alert, dat zijn die berichten, hebben we de deur uit gedaan, de eter in gegooid. Met het advies aan de mensen die er last van hebben. Om ramen en deuren te sluiten en naar binnen te gaan. En wat is de verwachting? Hoe lang zijn jullie nog bezig? Nou, omdat we niet echt blussen, we gaan dat zo meteen waarschijnlijk wel proberen, maar omdat we niet echt blussen, dan sta je nog wel een uur of wat. En bovendien blijft, als je het al geblust hebt, blijft het hier en daar nog opblaaien, et cetera. Dus een uur of wat staan we hier nog wel, ja. Is er al gemeten en is het al duidelijk of dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen? Nou, het is eigenlijk meer een huis- en een keukenbrand. Natuurlijk zijn er kunststoffen bij betrokken, isolatiemateriaal, dus aan zich is het hier ook niet prettig. Maar ook als je boven je eigen barbecue gaat hangen, is het ook niet lekker. Maar er zijn geen extra gevaarlijke stoffen bij betrokken. Dat maakt dat we wel benedenwinds meten. We meten niks, maar je ruikt het wel een beetje.